Bunschoten en Spakenburg, dat zijn twee dorpen met een rijke historie. En er zijn een heleboel plekjes waar veel over te vertellen valt. En wie zou er nou meer over historische plekjes kunnen vertellen dan de voorzitter van de historische vereniging, de heer Nelemans? Meneer Nelemans, zou u ons willen vertellen over dat gebouw waar we voor staan? De oude kerk, de oude Schol, de worstfabriek. Maar hoe is het nou een kerk geworden? Nou, dat doe ik heel graag voor de los, het verhaal van de oude kerk. Dan moeten we eigenlijk terug naar de vorige eeuw. Toen de afscheiding in 1834 plaatsvond, een afscheiding uit de Nederlands Hervormde Kerk. En toen is in 1836, twee jaar later, ook een afscheiding gekomen hier in Spakenburg. En die gemeente die toen ontstaan is, die heette de Christelijke Afgescheiden Gemeente. En de eerste jaren hebben ze vergaderd en werd er gepreekt in particuliere huizen. Onder andere bij een ouderling Nize die een boerderij had aan de Nijkerkerweg. Maar voor lieverlee groeide die gemeente ook en kwam er behoefte aan een kerkgebouw. Toen kon het niet meer natuurlijk in zo'n particulier huis. Nee, dat werd bezwaarlijk. Nou, toen is men rond gaan kijken naar een geschikte locatie voor het bouwen van een kerk. En die hebben ze toen gevonden op de plek die hier stond. Het was dus het einde van Spakenburg, gerekend vanaf de haven, van de noordkant, zo naar het zuiden toe, stonden hier nog enkele huisjes. Dat waren de laatste huisjes van het Spakenburg. Het was een dubbel woningje. En daarnaast die dubbele woning was een heel geschikte, mooie plek om een kerk te bouwen. En dat is toen aangegaan. In 1841 hebben ze toen hier een kerk gebouwd voor de somma van 2500 gulden. En waar we nu voor staan, deze groene deuren, dat was het portaal van de kerk? Ja hoor, dat was de ingang van de kerk. Want de preekstoel stond in dit gebouw aan de gevel van de noordkant. Dus als je de kerk inging, dan keek je zo schuin tegen de preekstoel aan. Nou, dit gebouw heeft dus 37 jaar lang gediend als kerk. En toen is het school geworden. En dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Zullen we eens gaan kijken waar de ingang van die school was? Ja, kunnen we even heen lopen, ja? Er is hier nog heel vaag te zien. De contouren kun je nog zien hier in deze gevel. Daar is dus de ingang van de school geweest. Ja. Is het wel leuk om even binnen te kijken ook, denk ik. Dus laten we dat even doen. Laten we dat even doen, mami. Ja. Meneer Nelemans, vindt u het niet toepasselijk dat u als oud-onderwijzer hier in de hoek staat om ons iets over de oude school te vertellen? Dat doet me geweldig veel plezier. Dat is leuk, hè? Ja, hier staan we dus echt op een historisch plekje. Eerst was het dus kerk en de vorige eeuw is het dus op een gegeven moment school geworden. Dat begon in de kerkenraad. Een aantal broeders die vroegen de kerkenraad of de kerkenraad niet een christelijke school wilde stichten. Nou, dat heeft men toen in beraad genomen en toen is men met een geweldig energiek plan gekomen voor die tijd. Want een poosje later heeft de kerkenraad aan de gemeente voorgesteld om ten eerste een nieuwe kerk te gaan bouwen, want de plek waar we nu staan, die kerk was te klein geworden. Een nieuwe kerk te gaan bouwen, dan de oude kerk om te bouwen tot een school en naast de school ook nog een onderwijzerswoning te gaan bouwen. Nou, dat was een energiek plan voor in die tijd. Maar de gemeenteleden keurden dat goed. En zo is men aan dit gebouw gaan veranderen van kerk naar school. Dezelfde aannemer die de kerk gebouwd had, een aannemer van de Hoge uit Spakenburg zelfs, die heeft toen ook die verbouwing voor zijn rekening genomen. En Hoe lang heeft dat geduurd, die school? Hoe lang is die er geweest? Nou, dat is wel een, ik dacht tot van 1879 is die school dus geopend hier. En dat heeft geduurd tot 1949. Eerst in 1949 is er een nieuwe school gekomen. En die is hier wat een stukje oostelijker gekomen, naar de Oostsingel toe op aan. En dat werd de nieuwe Groen van Prinsteren school. Zo heeft dit gebouw al een heleboel meegemaakt, maar er kwam nog een fase. Want van school werd het weer iets anders. Ja, inderdaad. In 1949 kwam dus de school te koop. De schoolvereniging moest het gebouw gaan verkopen. En daar waren dus ook gegadigden voor. Mensen uit Spakenburg, de gebroeders van Halteren, die hadden een slagerij, maar die wilden hun activiteiten uitbreiden. En toen hebben zij de oude Schol gekocht.
En daar zijn ze aan het verbouwen gegaan. De vloer die werd betegeld, de wanden werden betegeld en toen werd het een worstfabriek. En waar we nu staan, daar werden de worsten gekookt en daar werd bacon gemaakt. En nou, alle activiteiten die in de worstfabriek gedaan werden, die werden hier dus in die oude school gedaan. Na een grondige verbouwing. En daar werkte ook Spakenburgers? En daar werkten ook Spakenburgers. Daarom is dit ook zo'n historisch plekje. Want 37 jaar lang hebben hier de mensen gekerkt. 70 jaar lang hebben de lieve kindertjes van Spakenburg hier de school bezocht. En toen het worstfabriek was, dan hebben tientallen oude visserlui die iets van de Zuiderzeewet kregen, steun kregen, die hebben een centje bijverdiend in die worstfabriek. Dus er hebben heel wat mensen hier op deze plek rondgelopen. Een echte historische plek. Zeker weten. Meneer Nelemans, fijn dat u zoveel parate kennis had. En u thuis, u zult hopelijk in de komende tijd nog meer historische plekjes kunnen bekijken, belicht door de lokale omroep. Dank u wel. En dat was Foreigner met Say You Will, de eerste plaat van vanavond. En ja, wat hebben we vanavond allemaal in petto? Deze speciale... Ja, een hele speciale uitzending hoop ik dat het wordt. Hè? En een beetje... herinneringen ophalen. Ja, een beetje herinneringen ophalen van de afgelopen 3 jaar. Dat is de bedoeling. Ik heb een aantal bandjes geknipt en allerlei stukjes eruit gehaald. En die gaan we straks even luisteren. Verder hoop ik natuurlijk dat we contact gaan krijgen met onze... Dat mag ik dan niet zeggen, hè? Met wie? Nou, dat zeg ik dan niet. Maar ja, dat hoort u straks wel natuurlijk. Dus ik zou zeggen, blijf allemaal luisteren. En bel direct 4x80 of 87171. Als u nog iets tegen ons wilt zeggen. Goed. Dat kan. Ik, nou ja, goed, dat zien we straks wel. Wat gaan we nu doen? Hoe begon het allemaal, hè? Ja, hoe begon het allemaal? Ja, nou? We hadden dus 3 jaar geleden hadden we dus altijd een hoofdgast, hè? Mm-hmm. Wat hadden we nog meer? We hadden het gesprek met tante Sjaan. De tip van tante Sjaan. Tip van tante Sjaan. Een gesprek met de bewoner uit de haven hadden we. Ja, dat deed Heidi van Kempen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Die horen we straks trouwens ook nog een keer, hè? Ja, maar het hoogtepunt was toch wel het interview met Tineke de Nooy. Tineke de Nooy, verrek, ja. Dat was echt leuk. Daar heb ik toch nog wat opnames van. Ja? En die gaan we nu even draaien, denk ik. Sjaak, zet hem maar aan. Ze vaak te zien bij Veronica op de buis. Daarvoor bleef menig mensen thuis. Later is ze commercieel gegaan. Ook dat trok de mensen erg aan. Iedereen weet wat er is te zien, als ze beginnen te tellen van 1 tot 10. Haar kleren zitten altijd in de plooi. Hier is ze dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tineke de Nooy. Wat een leuke introductie, vind ik. De band loopt nou door en er staat nou volgens mij ook nog het spotje achter van Tineke. Dat is toch, heeft ons programma toch wel een beetje bekend gemaakt, denk ik. Ja. En weet je nog? Hallo, dit is Tineke voor de LOS. Elke donderdagavond tussen 7 en 8 uur moet u echt luisteren naar Heek en Van de Geest. Met iedere week een interessante hoofdgast en vaste items. Een programma voor jong en oud, en dat mag u niet missen. Dat wilt u toch ook niet missen. Luister dus naar Heek en Van de Geest. Iedere donderdagavond tussen 7 en 8. Leuk om dat te horen, joh. We hadden ook nog de tip van tante Sjaan. Weet je hoe die ging? Nee? Als het goed is, komt hij nou. Lasse. Hallo dames en heren, hier is hij dan weer, de tip van tante Sjaan. Deze week een korte, maar zeer krachtige en vooral geldbesparende tip. Dames, spits uw oren. Dat geldt dus ook voor Tineke. Gezien het feit dat deze tip over lippenstift gaat, en dat signaleer ik bij Tineke ook regelmatig op de lipjes. Nou, hier komt hij dan. Is uw lippenstift per ongeluk gebroken en zit de bovenste helft klem in de dop? Gooi hem dan niet weg, maar leg hem een nacht in de koelkast. Dan wordt hij weer heel. Nou, als dit geen geldbesparende tip is, dan weet ik het niet meer. Dit was weer de tip van tante Sjaan. Hopelijk heeft u er wat aan. Bedankt, tante Sjaan, deze week. We gaan even een plaatje draaien, hoor. Ja, laten we even een beetje erin komen. Kunnen we even tot rust komen. Procol Harum.
Eens even kijken of er nog mensen zijn. Hallo? Hallo, met Brugge Veldhuizen. Hoi. Hallo, ik vind het jammer dat jullie stoppen. Ja? Ja. Nou, ik zou hard bijna zeggen, vind ik leuk om te horen. Oh, ja? Misschien een beetje raar. Maar ik vind het in ieder geval leuk dat je belt. Ja? Ja. Hey, heb je al die 3 jaar geluisterd of een groot gedeelte? Nou, aan het begin niet. Nee? En dan middenin wel weer meer en de laatste tijd weer wat minder. Ja, ja. Wat vond je nou zo leuk aan ons programma? Ik vond de gedichten het leukst. Nou, dankjewel, dankjewel. Ja? Ja, zeker. En wat vond je van de rest? Nou, ook leuk. Ja, echt leuk. En de muziek kon je ook wel waarderen? Ja, zeker. Ik vond het leukste programma van de Los. Dus, oh, dat is toch een... Dat vond ik echt leuk. Als we nou eens zouden zeggen, we gaan door, wat zeg jij dan? Ik zeg joepie. Ja? Ja. Nou, helaas, dat is niet zo. Oh. Maar er komt wel een heel leuk programma voor in de plek, hoor. Oh ja? Geloof me, heb me woord. Ja, echt. Ja, je moet wel blijven luisteren. Ja? Want ja, het wordt echt een heel gezellig programma. Dat wordt zeker net zo leuk als ons programma. Oh, ik hoop het. Misschien nog wel leuker. Ja? Nou, denk ik niet. Hé, dankjewel voor je telefoontje. Ja hoor. Bedankt. Doeg. Doei. Dit is de laatste plaat en die is van Michael Cimbello, Maniac uit de film Flashdance. De laatste paar minuten gaan in, Cor. Snik, snik, snik. Doet je dat nog wat of niet? Nou, ik heb zakdoeken nodig. Ik kan nog gebeld worden op de vallenreep als mensen nog wat willen zeggen. 4x8-0. Voor een laatste mededeling. Nou, ik heb het leuk gevonden. Ik denk jij ook. Ja. Ja. Ik heb toch wel. Ik hoop dat Sjaak het ook leuk gevonden heeft. En hij gaat nog door met. Ik had Mikko Pali nog verwacht. Die zou anders nog eventjes gaan uitleggen wat hij allemaal ging doen. Ja, maar zoals jullie weten, nemen Mick en Marianne Sluis nemen het dus over. En die maken er gewoon een heel leuk programma van. Ja, die hebben onder andere de Surprise lijn geloof ik. En de geboortefelicitatie lijn blijft dan bestaan. En verder een aantal spelletjes ook. En we hopen gewoon dat het een hele leuke uitzending ook wordt. En ik ga het zeker luisteren. Want ik aan het verbouwen ben in mijn huis. Oh ja. ga jij ook luisteren of niet? Als ik kan wel, ja. Oké. Okay. Nou, ik wil alle luisteraars nogmaals bedanken voor de 3 hartverwarmende jaren dat u allemaal geluisterd heeft. En voor de spontane reacties vanavond allemaal. En Cor, jij bedankt voor de 3 jaar dat je naast me gezeten. Dat we het toch een gezellig uurtje van gemaakt hebben. Dat is wederzijds natuurlijk. Maar ik zou haar bijna zeggen van stuur uw post op naar Havenstraat en zo. Maar dat kan niet meer. Nee. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon post blijven sturen. Want ons programma gaat in principe gewoon door. Dus blijf gewoon post sturen. En ik zou zeggen, misschien zie ik u ooit nog eens een keer. Of misschien hoort u mij eens een keer. Nou, we gaan er bijna uit. Hoeveel seconden nog? Dan gaan we aftellen. 9, 8. Allemaal bedankt. En tot ziens, wie weet. Tot een andere keer. Dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Een nieuw seizoen, wij geven u een prognose van het voorjaar 1995. Er zijn 5 deelnemende zaken die vanavond meedoen. Ik zal ze even aan u voorstellen. Frida van Frida Stijl. Dank u. Applaus. Belinda van Hairstyling Belinda. Zij bezorgt de kapsels. Gesina van Heek Schoenen. Jan Velten van Velten Mode en Shockin. En dan mezelf nog, Boutique Maxime. De zaal is weer heel gezellig versierd. Er is heel veel werk aan besteed. Dat hebben Cor en Henk gedaan van Bloemisterij Klappers. Ik wilde daar graag een applaus voor. Thank you.
Thank you.
Een krappe week na de wedstrijd tegen Spakenburg werd op vrijdag 9 november een nieuwe mijlpaal bereikt in de toch al rijke historie van voetbalvereniging IJsselmeervogels. Want toen namelijk mocht erevoorzitter Jaap Koelewijn de opening verrichten van de vernieuwde kantine, bestuurskamer en fysioruimte. Koelewijn zou afhankelijk per helikopter op het hoofdveld van de vogels worden afgezet, maar vanwege laaghangende bewolking kon dat niet doorgaan. Deze limousine werd het alternatief. Koelewijn en zijn vrouw arriveerden na een ritje door het dorp op de Westmaat, waar ze werden begroet door de huidige voorzitter Arthur van den Berg. Allemaal van harte welkom. Jullie hebben natuurlijk de spectaculaire landing met de dropping die jullie verwacht hadden, want dat was de opzet. Ik zou hier op het midden van het terrein uit een helikopter gedropt worden. Maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan en hebben ze me opgehaald daarmee. En nu vind ik dat niet zo erg, want ik zou voor de eerste keer in mijn leven een helikopter hebben plaatsgenomen. En ik ben al geen held in de lucht en ik heb zelfs vliegangst. En ik denk dat ik dat aangeleerd ben door mijn grootvader. Die man die leefde in de tijd dat het eerste vliegtuig de lucht in ging. En die zei altijd van die verhalen tegen mijn vader, dat hij zei: Steven Knecht, dat gaat verkeerd met die wereld. Want de lucht, niet de lucht, maar de lucht, is voor de vogels en niet voor mensen. En ik denk dat ik daarvan mijn vliegangst nog steeds gehouden heb. Maar daarvoor ben ik hier niet gekomen. Ik ben gekomen om een zeer eervolle taak te verrichten. Eervol dubbel voor mezelf, omdat ik vind dat ik er dit keer heel weinig zelf aan heb toegevoegd. Ik heb er heel weinig aan gedaan. Maar daarom zie ik terug op 28 jaar geleden, toen ik hier ook stond. En toen we dit gebouw voor het eerst op ons sportpark als nieuwbouw gingen realiseren. Met mensen, en daarom keek ik al een beetje in het rond hier. Met mensen die er toen ook al bij stonden. Mensen die hun hele arbeid en hun inzet gaven om dit te realiseren voor hun clubje IJsselmeervogels. En nu zijn we dat bezig waar ik dus niks aan gedaan heb. Maar met een van de grootste projecten voor ons clubje, want zo mogen we het toch rustig stellen. Dat is ons clubje. En weer staan er mensen bij die dat allemaal pro deo helpen mee te realiseren. Nu dan onder leiding van Jan Gerard Koelewijn. En met deze hoop, en ik hoop dat hij sleutel doet, dat ik hem open kan krijgen. Dat is de sleutel. Wij deden vroeger met minder, maar ja, nu moet hij groot zijn, hè? Dat weet je. Het zegt maar. Zo ja. Dat valt goud. Dat is hem, Arthur van den Berg, de nieuwe kantine van IJsselmeervogels. Ja. Ben je trots op voorzitter? Ja, ontzettend trots. Ja, trots ik kan eigenlijk niet. Nee. Hoe zijn jullie toegekomen om de kantine? Nou, je weet zelf dat er 26 jaar geleden is die kantine een keer gebouwd hier. Ja, en in de loop der jaren is het onderhoud dergelijke. Die kantine wordt natuurlijk gebouwd worden. Hè? Een paar jaar uitgesteld, maar ja, we moesten nog een keer hebben de koppen bij elkaar gestoken. En denk je, ja, het moet ook hier gebeuren. Nou, die plannen zijn vorig jaar gesmeed, zo'n september, oktober. En het resultaat kun je allemaal zien achter ons. Maar dat gaat natuurlijk niet zo snel vertel als nu. Zo snel gaat het natuurlijk niet. Hoeveel mensen hebben er ongeveer aan meegewerkt aan de bouw van de kantine?
Nou ja, we hebben het uitbesteed aan een bouwbedrijf natuurlijk. In grote, want die sporthal is toch vrijwilligers gebouwd, maar dat, omdat dit veel wat korter moet. Dus dat is natuurlijk wat moeilijker. Maar er zijn er ontzettend veel vrijwilligers. Ik weet niet hoeveel, misschien 30, 40, misschien die ook s'avonds gesloopt hebben en getimmerd en dergelijke. Die ook meegeholpen hebben aan die bouwwerken. En dat is grandioos natuurlijk geweest. Het is weer een gezamenlijke klus van de vereniging IJsselmeerwoners geworden. Ja, die mensen zijn goud waard natuurlijk. Kijk, een voorzitter is natuurlijk, die staat vaak in de belangstelling. En dat, ja, dat krijg je nu eenmaal, maar het is natuurlijk die mensen die hebben natuurlijk veel meer gedaan dan ik natuurlijk in zo'n, als ik het dan mag maar zien. Dan een financiële vraag. Ja. Zo'n verbouwing is natuurlijk een kostbare zaak. Wat heeft het allemaal gekost? Ik denk zo'n beetje, ja, we hebben 4 ton begroot, nou, dan komen wat achterstallige onderhouders erbij gekomen. En met inrichting, met alles bij elkaar, dat we aan de 5 ton komen, denk ik. Dat is nogal wat. Hoe heb je dat bij elkaar gebracht? Nou, we hebben in eerste instantie hebben een sponsor opgehouden. Wat ongelooflijk bedrag. We hadden 70 toen bekendgemaakt die avond en het bleek nu 73 zijn. Dat is ook weer een meevaller. We hebben envelopactie huis in huis gedaan. Ik heb 26.000 gulden opgebracht op dit moment. Er wordt waarschijnlijk iets meer. Er zijn nog mensen wat die toegezegd hebben om dat over te maken. De BIS-club heeft 5.000 gulden opgebracht. Toen grandioos. We hebben een obligatielening uitgeschreven van in principe 250.000 gulden. Dat wordt waarschijnlijk misschien wel 300.000 gulden. Kijk of ik niemand vergeet natuurlijk, maar, dat zou, maar alles bij elkaar hebben we zo'n 3 ton opgebracht. En die 2 keer een Koninginnedag, tegen 30, 60.000 gulden. Dat is grandioos. Kostendekkend? Natuurlijk nooit helemaal, want er komt altijd wat extra dingen bij. Maar als je helemaal aan het bouwen bent, komen er dingen bij. Nou, dat zie je. Dan denk ik, ja, vervallen zullen we dat. Maar ja, je kan niet zeggen, nou, dat doen we maar niet als je bezig bent. Dus dan moeten we ja, toch met z'n allen, ik denk dat dat rondkomt. De penningmeester zou misschien er anders over denken, maar ik ben niet zo bang voor. Goed, dit was je eerste grote klus als voorzitter bij IJsselmeerwoners. Wat wordt de volgende klus? Het is niet mijn eerste grote klus, want de eerste grote klus was toen de trainer een trainingswisseling kregen vorig jaar natuurlijk. Bouwtechnisch? Bouwtechnisch, maar ja, ik ben een leek natuurlijk, maar dit was natuurlijk de volgende klus. Ja, als ik het zo om me heen kijk, hebben we natuurlijk een grandioze accommodatie. Ja, dan kijk je natuurlijk naar de tribune. En daar hebben we ook weer die ideetjes over. En daar hebben we met de gemeente aangekaart, waar we ook wel wat medewerkers misschien bij krijgen, om ja, die met kantoorgebouwen, hè, om dat te financieren. En in totaliteit met de velden, met een bestemmingsplan van de gemeente in de toekomst. Ze willen het hele dat Westmaat gebeuren met een strandje, de camping zitten we mee natuurlijk, wat het gaat worden. Maar dat is voorjaar, meen ik, dat er wat meer duidelijkheid over komt. Goed, voorlopig proficiat met de nieuwe kantine. Dankjewel.